Deze uitzending, deze nieuwsuitzending, wordt niet echt grappig. De titel is al fout begonnen. En die heet Sauna's in achterstandsbuurten. Hoe bouw je die en hoe verdien je daar geld aan? Want ik denk dat het kan. Onder deze absoluut niet grappige, dat kan helemaal niet met zo'n titel, hè? Onder deze uitzending staan een aantal links. En die zijn links uitgeleid. En dan zeggen mensen, ja, maar Piri, jij bent toch helemaal niet van links? Nee, dat ben ik ook niet. Maar die dingen, die heten links. Een linkje leggen. En het meervoud is links. Kijk even bij die links. Gewoon een uurtje per link. Om even, ja, hou een notitieblokje erbij van dit vind ik wel een like en dit vind ik wel een dislike of zo. En op je briefje schrijven. Hè? En kijk even naar die links. Hak hem op. Zo moeilijk is dat niet. Nou, dan gaan we even door. Sauna's in achterstandsbuurten. Hoe doe je dat? Wat heb je nodig? Nou, wat je nodig hebt, je hebt een kleine ruimte nodig. Hoe heb je het over 1 bij 2 meter? Zo. Er hoeft geen bed in te kunnen passen met een nachtkastje ernaast en zo. Gewoon een kleine ruimte. En ik zal werken met hout. Zo. Gewoon hout. En pallet hout, dat kan je gratis afhalen. Via Facebook zag ik nog zo'n post van een hele stapel pallets gratis af te halen. Als je een beetje aanschurkt met een bouwvakkersfamilie of een bouwbedrijf. Die mensen hebben allemaal houtafval. Oké. Want we hebben het over een achterstandsbuurt. Dus, kijk, mijn drummer, Wouter Braber, die uit Haarlem komt. Dat is een bouwvakker. Maar die woont niet in een achterstandsbuurt. Die woont in Oosterbeek. In een hoekhuis. Ja, die heeft een bouwpakket gekocht. En krachtstroom aangelegd. En bie, 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 bie. En hij heeft dan zo'n een kleine sauna. Maar er zit ook een veranda zit erbij. Die heb je niet nodig, die veranda. Ah, dan mag je erbij doen als je een ruimte hebt. Maar die heb je niet per se nodig voor de sauna in de achterstandsbuurt. Belangrijk is dat je gaat denken aan isolatie. Want de bedoeling is dat we behoorlijk gaan zweten. Oh, en we gebruiken hout voor de isolatie. En dan zoveel mogelijk hout. Dat kan je nog heel luxe gaan doen met piepschuim. Dat kan je hier op de markt halen. Aan het einde van de markt hebben die vishandelaren hebben die piepschuimen bakken van die vissen over. Dan moet je al dat piepschuim even erbij nemen. Ja, heel gewoon hoor. In stukjes zagen, dan maak je plaatjes van. En een laagje hout, laagje piepschuim, laagje hout, laagje piepschuim. Zo. Ja, dit is allemaal, we gaan brandongevaarlijk werken. Dus het maakt niet uit of het in de fik gaat. En die deur die gaat naar buiten open. Dus je bent er in één keer uit. En als die afgefikt is, is er een sauna afgefikt. Ja, ha, 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 ha. Maak dan niet meer uit. Nou, dan maak je dus een kotje met een deur die naar buiten open gaat. Dat is wel belangrijk. Niet een kale gordijn, want dan koelt het alleen maar vanaf. Hè? En die deur die maak je ook van pellethout of bouwafvalmeuk. Je moest eens weten wat die bouwvakkers, die willen die stenen gebouwen allemaal maken. En die gebruiken de partij hout, man. Jeetje, mijn Christus.
En dat wordt allemaal afgevoerd. Dan kan je gratis ophalen. Want anders moet het bouwbedrijf moet weer betalen voor het meenemen van het afval. Snap je? Een bakkenhout heb je, man. Een decoupeerzaag is handig. Of een handcirkelzaag. Maar als je in een achterstandsbuurt woont, dan kan één iemand via zijn bijzondere uitkering of zo, ja, die koopt een handcirkelzaag. En is het... Geeft een beetje herrie, maar... Een beetje tekeningetje maken. Ik zou in een sauna werken met een bankje op de grond en een één bankje iets hoger. Drie banken heb je niet echt nodig. Nou, we hebben er meer nodig. Die bankentoestand, nou, dat snap je allemaal wel. Die banken moeten een beetje stevig zijn, zodat oma, tante, huppeltje, pup er niet doorheen zakt. Ja, die heeft zo'n dikke kont. Die vloer, daar zou ik behoorlijk veel piepschuim en meuk inleggen. Vijf lagen hout kan ook. Een beetje aan elkaar schroeven. Ik zou kruiskopschroeven gebruiken. Lekker makkelijk. Heb je zo'n elektrische handschroefboormachine voor nodig? En handig is om er twee te hebben. En in die ene boormachine doe je dan een boortje. Maak je gaatje. En dan die andere, daar zit zo'n bitje op. En dan de kruiskopschroef erin. Zet je alles aan elkaar. Een beetje balkjes erachter. Ah, je bent een stuk van je tuin kwijt. Ik zou dit niet binnenshuis doen, by the way. Gewoon lekker buiten. En dan de verhitting. Hè? Hoe doen we dat? Dat wordt even puzzelen. En wat je nodig hebt, dat is... iets van een... Ja, het moet ijzer zijn. Een olievat. Die moet je zien te scoren. En anders moet je dat zelf maar maken. En dan ga je maar vriendjes worden met een lasser. Dat is ook niet zoveel toestand. Er moet wat ijzer aan elkaar gelast worden. En die ton, laten we uitgaan dat het een ton is, dat je een olievat weet te scoren. Nou, daarin gaat hout. Net als een kachel. Je kan ook een gewone kachel nemen, by the way. We maken het uit. Een oude houtkachel. En dan het opvoeren van de luchtvochtigheid. De luchtvochtigheid moet 90% zijn. Het is ook wel handig om in zo'n achterstandswijk sauna om te beschikken over een temperatuurmeter en een luchtvochtigheidsmeter. Dat je beide in de gaten houdt, dat die temperatuur die moet naar 80 graden Celsius toe. Dus burn baby burn disco inferno. En de luchtvochtigheid 90% hoor. Anders ga je niet zweten, snap je? Dan heb je niks aan een sauna. Het moet super heet zijn. Nou, mijn vriend Wouter Braber, die heeft buiten dat sauna gebouw, dat bouwpakket, heeft hij een douche gemaakt. Maar dat is niet echt nodig hoor. Kom. Het is een kwestie van doorzweten. En doorzweten. En doorzweten. En dan nog een keer doorzweten. Glaasje water drinken met wodka erin. En doorzweten. Een glaasje sinaasappelsap met water erin. En doorzweten. That's it. Je zweet alles naar buiten. Ja, en dan vallen allemaal druppels in het pellethout. Wat niks gekost heeft. We maken het uit. Dan wordt het een beetje ingeolied. Dan ben je totaal doorzwitterd.
En dan doe je je badjas doe je aan. En dat, die badjas doe je aan de buitenkant, zou ik dan doen. Hoor. De deur naar buiten doe je open. In je blote kont stap je naar buiten. Je doet je badjas aan. Van, bloe, is het koud, hè? Dan loop je naar binnen. Ga je even uitpuffen op de bank. Dan lees je een damesblaadje of zo. Van 2 jaar geleden. Ben je helemaal duizelig van die totale verhitting. Ja. Een sauna is niets meer dan een kachel met daaromheen hachu gezondheid zag ik zo meer zelfs. Het is een kachel met een isolatiewand eromheen, meer niet. En de rook van die kachel. Ja, die moet naar buiten. Daar moet je een pijpje voor maken. Ja, en dat geeft dan een rookwolk. Een rookpluim. En ik zou de... Wat zou ik doen? Want ze hebben dus die elektrische sauna's, daar werken ze momenteel mee, maar dat is veel te duur. Dat hoeft helemaal niet. Doodzonde om elektrische energie om te zetten in warmte-energie. Zonde is dat. Maar hout, je moet allemaal hout hebben. Dan krijg je stralingswarmte. Amen, man. En voor die luchtvochtigheid op te voeren, ja, wat je daarvoor moet doen, hè, we gaan uit van het olievat. In dat olie, op dat olievat zou ik dan metalen, net als, hoe ziet het eruit, net als een boom eruit ziet. Of, zo. Of een spin, of whatever. Vele metalen dingetjes, met, mag het allemaal verroest zijn, dat doet er helemaal niet toe. Maar dat wordt hartstikke heet door... Het paar kilo hout wat je erin gedaan hebt en aangestoken. En hoe steek je dat aan? Ja, met de krantenpapier en kleine stukjes hout. Een scheutje diesel als je het toch hebt. En dan maak je er zo'n stralingsapparaat van. En daar water overheen gieten. En dan krijg je... Maar dat komt dus niet in het vuur, want het is een afgesloten vat en die pijp gaat naar boven. En goed afkoelen, dat je die pijp niet te heet laat worden, want als die te heet wordt, dan schiet het dak in de fik. Maar het is juist goed voor de hoge luchtvochtigheid. Snap je? Het is een kwestie van uitdenken, tekeningetje maken. Je kinderen van de bank afschoppen, iPads in beslag nemen en zeg, maak een sauna voor mama. Ja, maar mama, hoe moeten we dat doen? Nou, dat heeft Perry een uitzending over gemaakt. Dat is echt heel makkelijk. Dus een kwestie van proberen. Gaan we beginnen met hout te verzamelen. Hout heb je nodig voor de isolatie en voor het brandmiddel. En het metaal heb je nodig voor de kachel en de afvoer van de hete lucht. Je kan ook meerdere afvoerkanalen maken, waarom niet? Ja. Het gaat om die hitte. Die temperatuur naar de 80 graden Celsius. En dat oma Gerda, de tante van, je ken je wel. Dat die denkt van, nou, ik ga eruit hoor. Ik ga er echt uit. Ik ben helemaal bek of. Ik ga naar buiten. En dan loop je maar even in je blote reet door de tuin. Op zoek naar je badjas. Je kamerjas. Dan even naar binnen. En dan weer de sauna in. Je moet eens kijken wat er gebeurt met je huid.
Bijzonder, hoor. Puistjes gaan weg, ratten gaan weg, van alles gaat er spoelen. Dat is heel gezond, hoor, een sauna. Ook in de zomer. En zeker in de winter. Dat is heel bijzonder. Waar heel koud is. Tante Gerda, je weet wel, de oma van... Die zegt, ja, ik ga naar de sauna. Dan moet je van die badslippers hebben. Nou, die koop je bij de Action. Kost ook niks. 2,50 voor een paar. Nee. Ja, een badjas moet je hebben. Of een grote handdoek, dat kan ook. Ik zou in de sauna niet een handdoek gebruiken om op te zitten. Maar ja, dat kan je doen, hoor. Maar voor mij hoeft dat niet, hoor. Je moet een sauna elke dag gebruiken. Ja. Dan vetten die banken en alles. Dat vet zich helemaal in. En ja, dat ruikt dan naar ja, de sauna van Tante Gerda. De oma van je weet maar wie. Op de Schaarsbergenstraat nummer 13. Achter het plantsoenenpension. In een achterwijk. Ik zou een sauna ook niet boenen. Of zo. Ik zou het niet schoonhouden. Waarom? Ik zou hem opstoken. Goed heet maken. Iedereen lekker laten zweten. Ja, en ongestelde vrouwen... Ja, die moeten in de sauna de tampon aanhouden, hoor. Dat wordt wel heel erg vreemde vlekken. Maar de rest... Alles wat van je kop afdruppelt en van je vingers afdruppelt. En... Ja, dat is zweet. Dat zijn afvalstoffen. Ja, dat gaat er maar weg. Het is jouw lichaam uit, snap je? Al die mensen die hebben het over fijnstof. En chemtrails. Ik denk, ja, ga naar de sauna. Dan piep je wel anders. En die maak je zelf. Nog even beginnen. Er moet een fundament komen. Er moet een rechthoek zijn. De dak erbovenop. Dat mag horizontaal. Het hoeft helemaal geen puntdak te zijn. Het kan wel handig zijn. Het kan handig zijn om het een beetje schuin aan te leggen. Dat het regenwater... er niet in blijft staan. Dat je niet een aquarium krijgt daarbovenop. Wel, allemaal kleine kevertjes. En mossen, toestanden. Een eigen ecosysteem gaan beginnen. Maar daar kan je ook mee experimenteren. Want als je het dak van de sauna koel houdt... Het scheelt weer kans op het afvikken van de sauna. Maar je moet een plat dakje nemen. Oh, nou, materiaal wat waterdicht is. Het kan zijn... Nu zijn de vuilniszakken... erg goedkoop, hoor. Je gaat mij niet vertellen dat vuilniszakken duur zijn. Dus, nou, vuilniszakken erop spijkeren. Met duct tape erop. Voor de naadjes. En vaak naar de sauna. Zeker als het regent. Hoppakee, sauna aan. Ja. Iedere keer moeten de kinderen naar de markt. Die moeten karton halen. Nou, dat afval. Hoppakee, erin, man. Burn, baby, burn. Disco inferno. Maar hou die thermometer, dat is een belangrijk om in de gaten te houden. En die buis met rook, dat heet afgas, dat is de officiële term. Het afgas, dat moet naar buiten. Dat zonder meer. En aluminium is daar een goed materiaal voor. En heb je een hele brede buis van aluminium, ja, dan gaat de meeste hete lucht omhoog. Een
Dat moet je ook niet hebben. En als je een te smalle buis hebt, ja, dan gaat er helemaal geen lucht omhoog. Dat moet je ook niet hebben. Dan moet je even je optimum in zien te vinden. Misschien 2, 3, 4, 5 van die aluminium buizen. En dat geeft die stralingswarmte. En iedereen heeft oud hout. Moet je even naar de Hoge Veluwe gaan, op de fiets. Kom je ook zwetend terug. Dan kan je hout rapen. Dat is gewoon geen enkel probleem. Hè? Alles kan erin. Man. Fikken met die handel. En als de buren gaan klagen, ja, dan moet je rekening mee houden. Dan moet er een hogere pijp op. Misschien wel een pijp van 4 meter of zo. Dan hebben ze er niet zoveel last van. Dan ruikt het naar lekker verbrand hout. Ja, en dus lekker verbrand hout. Dus geen geschilderd hout. Geschilderd hout, dan gaan we eerst even de schuurmachine overheen halen. En dan gaat het van verf ontdane hout in de sauna. Voor tante Gerda, die de oma is van, je weet wel. In die achterstandswijk. Bij de Paardenbloemstraat. Dan heb je in die achterstandswijken hier in Arnhem. Heb je flatgebouwen. En daar zou ik het niet doen. Tenzij je lef hebt. Maar dan moet je een eigen ontwerp maken en... Wauw, man. Nee, dat gaat de woningbouwvereniging niet goed vinden. Maar die mensen willen ook naar de sauna. Kijk. En dan gaan we geld verdienen. Ja. Zo. Dus jij woont in de Paardenbloemstraat. Die bestaat echt hier in Arnhem. En jij verbouwt je schuur om tot een sauna. Al die oude rotzooi waarvan je al lang geleden dacht van nou laat ik het maar bewaren. Want ik heb het niet direct nodig. En nu zijn we 5 jaar verder. Dus denk jij laten we het maar weggooien. Want ik heb het al 5 jaar lang niet nodig. Dan maak je je schuurtje helemaal kiel, man. Heb je in elk geval een fundament. En die fietsen, ja, die moeten maar onder een afdakje staan, hoor. Daar moet iemand anders maar wat voor verzinnen. Ja. Als jij een achtertuin hebt, dan kan iedereen naar de sauna komen. En dan reken je €5 per persoon. Mag iedereen naar de sauna komen. En jij beurt. Ah, je moet dan wel je tuin openstellen. Als je een beetje goede sauna hebt. Kijk, een sauna die je officieel betaalt, dat is €150 per persoon. Hè? Per bezoek. Ja, dat kunnen achterstandsmensen niet betalen. Dat ga je mij niet wijsmaken. Dat kan helemaal niet. Maar een tientje of zo. Ja, waarom niet? Familiekorting. Ja. Nou, iedereen neemt badlakens, dingen ze mee. Er is geen buitendouche. En... ja, je mag even naar binnen. En, ja. Heb je ook van die stoeltjes klaarstaan? Dan kan iedereen in de keuken of bijkeuken. Dan kunnen ze even bijkomen. Dan allemaal de warme kleren weer aan en op huis aan. Nadat ze afgerekend hebben. Het zou een hoop kosten schelen in de gezondheidszorg ellende. Achterstandswijken. Sauna's. Van zo kan het ook. En als jij gaat zweten, je huid is een
een uitscheidingssysteem. Je prostaat ook en je darmen ook. Dat is een uitscheiding. En wat wordt er uitgescheiden door het lichaam? Ja, dat wat het lichaam niet wil. Ga maar weg. Dit kan ook weg, dat kan ook weg. En dat gaat allemaal naar buiten met je zweet. Super gezond, man. In Zweden heb ik het geleerd, hè. Daar was ik op vakantie. Dat was super goedkoop, via. Was met Wim Kruidertuin. Hij had toen... Hij was door... Ja, buitenlanders. Die hadden hem echt heel lelijk. En dan met z'n vieren tegen één. Had hij zijn sleutelbeen gebroken. Dus hij kon niet goed auto rijden. Hij kon heel veel niet meer. En ik ging mee als hulp voor het autorijden. En voor de rest, by the way. Het was een leuke vakantie. En daar was ook een sauna. Nou, dat was gewoon zo'n ding. En hout is er genoeg, hoor, in Finland. En water ook. Ja, heb je vuur en water. En meer heb je niet nodig. Ik dacht, oh, doe je dat zo? Eerst even vuurtje stoken. En wachten tot het heet is. En dan gaan we erin. Ja, je kan natuurlijk ook zeggen dat je niet in je blote kont in de sauna gaat, maar dat je met je badpak aangaat of je bikini of je schone onderbroek. Ja, als je die sauna wil ter beschikking stellen aan de buurt, dan ja, iets van een omkleedgelegenheid of zo. Maar dat is ook makkelijk te maken. Je hebt nog wat vuilniszakken over. En moet er wel een paal erbij. En dan moet je wat haakjes hebben waar mensen kleren aan kunnen hangen. En ja, en dan de deur die gaat naar buiten open, snel naar binnen, want anders gaat de warmte eruit. Mensen vinden het fijn om in een sauna naar buiten te kunnen kijken. Maar dat zou ik niet doen. Het sop is de kool niet waard. Veel te duur, veel te veel werk. Nee, pellethout. Een ander afvalhout. Het maakt niet uit. Als het me isoleert. Want we hebben het over een achterstandswijk van mensen zonder geld. Mooie sauna's bouwen, man. Ik heb het al gehad over het nut van kippenhokken. Vind ik ook echt iets voor achterstandswijken. Misschien dat je kan oefenen voor het bouwen van een sauna door eerst een kippenhok te maken. Hier. Kan je even kijken hoe de contactlijnen lopen. Van ja, ik heb pellethout nodig en dit nodig. Dan kijk je even hoe het gaat. Een kippenhok, dat kan iedereen bouwen, hoor. Tok, tok. Dat is niet zo moeilijk. Kippen is ook heel leuk. Zou ik hier moeten? Kippenhok in de achterstandswijken. Ja, maar met al die haantjes erbij. Nou, haantjes... Ja, dat zijn mannetjeskippen, wist je dat? En mannetjes zijn altijd de bok. Die haantjes, die moet je eruit pakken. Ja. Ja, die worden goudhaantje. Dat was vroeger op de radio. André van Duin, die maakte leuke grappen. En dan kwam de reclame. En die ging als volgt. In 10 minuten tijd zet u iets lekkers in de kamer. Goudhaantje van Herman Kramer. Oh, haantjes zijn prima te eten.
Ja, die moet je niet hebben in een volkswijk. Dat lijkt me geen goed idee. Gaan ze nog hanengevechten organiseren? Nee, al die hanen de kop eraf. En de kinderen die gaan de eieren rapen die de vrouwtjes kippen hebben gelegd. En uiteindelijk krijgen ze kippenzoep. Van een haantje. Ah, je haalt wilde beesten in je territorium. Maar dat betekent niet dat je ze niet mag opeten. Wat is dat nou? Het is toch jouw tuin? Dat mensen dichter komen bij zichzelf. En hier in Arnhem kan dat. In de achterstandswijken kan dat. Je moet er zin in hebben. Je moet de moeite willen nemen. Je moet het lef hebben. De eerste moet beginnen. En die mislukt dan. En dan 50 jaar later dan vindt iemand een YouTube-film en denkt, hey, maar dat kan ik ook. En die gaat dat dan ook beginnen en die mislukt. En dan 50 jaar later, dan is er weer iemand en die ziet die twee mislukkingen. En die denkt, ja, maar nu weet ik het antwoord. En die derde die lukt, want 3 keer is scheepsrecht. Een mooie wereld, zo zie ik het voor me hoor. In achterstandswijken, daar kan je voor 15 euro naar de sauna. Als je een auto hebt. En heb je geen auto en wel 2 kinderen, dan mag je voor 3,75. De breedste schouders, de breedste lasten dragen. Nee, de zwaarste lasten dragen. Ja. Sauna's naar de achterstandswijken. Het moet kunnen. Dat is ook leuk met al die moslims. Je een vriendelijke brief stuurt aan zo'n imam of zo. Want wij hebben Hammam op de Paardenbloemstraat 17C. Door het steegje naar achter. En dan mogen al die meisjes, die Mohammedaanse meisjes, die mogen wat mij betreft met een hoofddoek en al in de sauna gaan zitten hoor. Nou, in de sauna niet, want er zitten geen ramen in. Armeluis sauna. Geen ramen, dus als er al die wijven binnen zijn, dan kunnen ze de hoofddoeken. Dat kunnen ze afdoen hoor. Niemand ziet het. Lekker met de blote billen, zou ik zeggen. Dat is toch leuk? Ja, kijk, die massale immigratie, het is een groot probleem. Maar alles was altijd een groot probleem. Dus Allahu Akbar is het toch? Op zijn vrij Nederlands vertaald, God is een grotere klootzak dan jij je kan voorstellen. Allahu Akbar. Ja, dat is één ding wat aan mij niet roestig is en dat is mijn Arabisch. Ik hoop dat je mij nog volgt. Ik doe dit niet voor de katselul of zo. Hè? Probeer ook een beetje serieus over te komen. Wat is dat nou? Het kan. Dat is het punt. Het is mogelijk. Je moest eens weten wat er aan hout is hier in Nederland. Man. Je
moet een beetje oppassen voor de rot in het hout. Maar als je iedere dag naar de sauna gaat, dan hou je dat lekker droog. Ja, de buitenkant, geen verf, want dat is milieuvervuilend. Vuilniszakken. Die koop je op de rol, homo. Wat kost dat nou? 1 euro dinges, dan heb je... Ik weet niet hoeveel vuilniszakken. Maar die spijker je aan de buitenkant. Het is toch klaar? Ja, maar dat ziet er dan niet leuk uit. Wat is dat nou weer? Oh, ik vind de vuilniszakken, ik vind het armoedig. Wat? Iemand heeft een sauna in zijn tuin? En dat noem jij armoede? Zal ik dat dramatische verhaal nog even oplepelen over het heroïsche feit dat de Finnen de winteroorlog hebben gewonnen? En hoe ze dat deden? Ze hebben die Russen in mootjes gehakt. Dat weet bijna geen hond, maar in 1941 is Rusland Finland binnengevallen. Toen hebben de Finnen de oorlog gewonnen. En toen zeiden ze, oké, wij hebben gewonnen. De helft van Finland is van jullie. Ze hebben uiteindelijk verloren. Maar de strijd hebben ze gewonnen. Ze hebben die Russen in mootjes gehakt. En die Russen die kwamen lekker, oh, wij gaan Finland inpakken, ja. En die Finse jongens, die werden ook, was de winteroorlog. En, ja, daar loop je niet graag in bikini buiten, hè? Met stijve tepels. Freezing your nipples off. Die Finnen die gingen als eerste bomen omhaken of omzagen, whatever. En een sauna bouwen. Even afwachten en afkijken, toekijken. We zijn die Russen mee bezig. En lekker in de sauna. Joh. Het is min 40 graden Celsius buiten. En het is allemaal cool, hè? Feeling hot. Nou, dat hebben die Russen geweten, hoor. In mootjes zijn ze gehakt. Wim Kruidentuin, die kent de term. Chop chop, om dan op zijn Fins. Ja, die Finnen hadden het lekker warm. Die hebben die dennenbomen, whatever, bomen, maakt niet uit. Als je een boom omhakt... Dan maak je ruimte voor nieuwe bomen. Want al die oude bomen, die houden de zonlicht tegen. En dan kunnen die jonge bomen niet groeien. Nou, dan haal je zo'n oude boom eruit. Dan kunnen die jonge bomen lekker gaan groeien. Dus dat is geen milieu- of bosvernietiging. Maar jij, maf. Het is het winnen van de winteroorlog. Daar ging het om. Je kan over Finnen zeiken wat je wil. Bijvoorbeeld dat hun taal niet verstaanbaar is. Maar daar wil ik niet over zeuren. Ze hebben wel gewonnen van die Russen met hun sauna's. Er waren ook armelui sauna's. Midden in de noordelijke bossen van Finland, bij min 40 graden Celsius. Als je daar pist, dan moet je dat tegen de tijd dat je pissen op de grond valt, en dan zijn het kristallen geworden. Zo koud is het dan, hè? En hier in Nederland is het ook hartstikke koud. Qua samenleving. Dus, emotionele koude. En er zit een vlieg op mijn hoofd. Die vlieg die mag zich ernstig zorgen gaan maken. Dat is hier een illegale immigrant. Er hangt helemaal geen bord hier op mijn balkon. Ook niet die andere plek waar de ramen openstaan. Van vliegen welkom. Helemaal niet.
Er is hier niks te eten voor een vlieg. Rot toch op. Maar ja, je geeft zo'n vlieg de ruimte. Ik sla ze niet dood, want dan krijg je vlekken van. Ik ben zanig. Ja, dan heb je die vuilniszakken over zo'n arme luizen sauna. Achterwijk, buurt sauna. Dat ziet er niet leuk uit. Dat grijs is niet geinig. Dus, maar ja, wat moet je daarmee doen? Iets met een spuitbus? En kinderen? Maak maar een tekening of een schilderij van Nijntje Konijn op weg naar het vuurfestenijn. En zweten zal het zijn. Ja, dan maken ze maar, weet ik veel, maakt niet uit. Ik zou als eerste beginnen met een zwarte ondergrond. Dus die vuilniszakken eerst helemaal zwart smaten. Ja, en dan eroverheen met wit, geel, oranje en groen. Even kijken welke spuitbussen qua betaalbaarheid er toe doen. En anders, dan gaan die kinderen maar aan de gang met vingerverf voor. Dus dat dan weer. Het is maar een vuilniszak met een zwarte ondergrond. Ondergrond. Ja. Ik zie het voor me, hoor. Waar mijn vriend Alal woont. Je hebt echt zo'n lullige tuinen. Daar doet hij helemaal niks mee, hè? Oh, 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 oh. Ik vind... ik vergis mij. Niet Alal, het is Rashid. Die woont hier in Arnhem-Zuid. Met een voortuin en een achtertuin en een stelletje bovenburen. Maar hij heeft de twee tuinen. Doe er een sauna in. Ik zie het echt voor me. Het lijkt me zo leuk. Het lijkt me zo'n verlichting voor de buurt. Heb ik alles goed uitgelegd? Je begint eerst maar met het bouwen van een kippenhok. Want wat je moet doen is... Er moeten fundamenten zijn. Het moet een beetje in de grond zitten. Die Twin Towers bij de aanslagen van 11 september in New York, 2001. Die staken 110 meter boven de grond. Maar onder het grondoppervlak ook nog iets van 30 meter. Dus je moet die palen, die moet je goed hebben. Dat het niet om kan waaien. Ja, en dan helaas kan de buurt soms blote mensen zien. En niet iedereen wil weten dat de rest van de buurt weet dat er sprake is van hangtieten. Zonder dat ik me uitlaat over seksen. Want tegenwoordig met al die oestrogeen-therapie die ze ons geven. Bisphemal E of zo. Bisphemal E? De weekmaker. Al die mannen krijgen ook hangtieten. Maar dan in. Mama, ik heb een hele vervelende middag, want ik zag oom Gerard, die hiernaast woont, dat hij hangtieten heeft toen hij de sauna uitkwam. Vraag je aan je kind van, wil je soms ook een keertje naar de sauna? Hangtieten, wat maakt dat nou weer uit? Afgezakte kont. Ga lekker naar de sauna. Betaal €5 op de Paardenbloemstraat.
Doe een beetje vriendelijk tegen die mensen die die sauna in elkaar hebben gemaakt. Dat kan toch? Kijk, en als het kan, dan mag het toch? Maar als het kan en het mag, ja, en dan moet het. Ik zit hier niet uit mijn eigen nek te lullen. Dit is bewezen door Arthur Schopenhauer. Dat is niet de eerste, de beste homo, hoor. In de slechte zin van het woord, hè? Maar hij is een goede homo. Als op zijn Brabants. Die heb je ook. Het allerergste komt nog. Dat wist hij al heel lang. Iedereen zit te zeuren over de hedendaagse maatschappij. Maar ze moesten eens weten wat eraan komt. Dan wordt het veel erger. Ik heb die film gekeken. Brutto Sportivi e Cattivi. Van, is dat Ferreri? Marco Ferreri? Ik doe het even uit mijn hoofd. Ik heb hem hier liggen, maar ga ik nou niet opzoeken. Mensen die leven op een vuilnisbelt. Ja, dat worden wij. Dagelijks worden hier 5 gezinnen per dag uit huis gezet. En de vluchtelingen zijn welkom. Ja, vind je het gek? Allerlei Hollanders worden hun huizen uitgezet. En dan mogen die vluchtelingen erin. Hè? Want opstaan voor iemand, was ik weer, misstaat niemand. Ja. Komende zaterdag, is het 1 december... dan is er gele hesjesdag. En dan gaan mensen protesteren. Door een geel hesje te kopen van €1,30 bij de Action. Bij bol.com kan je ze ook bestellen. Ik vind het een mooi protest, hoor. Ik vind elk protest vind ik goed. Maar liever heb ik een protest wat jouzelf goed doet. Ga elke dag smoken in je tuin, man. Doe een beetje eco. Je kan wel met je gele hesje naar Den Haag gaan en dan gezellig meelopen met iedereen. Dan word je ook warm van, dan krijg je ook een zweetkop. Het wordt behoorlijk koud, hè? Als je een sauna bouwt, ga dat doen. Zo moeilijk is het niet. Ja, ik kan de tekening kan ik zo voor je maken. Je hebt 4 fundamenten, dingen, palen, zo. Er mogen ook H-balken zijn, maar maak het uit. Ram die dingen een eind de grond in. Een Saxe mens. Ja, in je tuin. Even graven met een schep. En dan heb allemaal cement erin. Zo'n balk erin. Een waterpas is erg handig. Goed laten uitharden. Ja, dan staan die balken stevig. En dan is het een kwestie van gaten boren en hout monteren. En een deur die naar buiten open gaat. En alleen maar een klik-klak slot. Dus een klik in het slot. Voor mij pas met een magneet. Een sterke magneet, zou ik zeggen. Of 3 magneten. Goed opletten dat die deur niet tocht. Want het gaat erom dat het zo heet mogelijk wordt.
The heat is on. You get? En wat de grootste grap. Als wij onze eigen gang gaan. Dus oké, wij hebben niet meer de mogelijkheid om een eigen bedrijf te beginnen. Je mag werken voor de overheid of voor de NGO's. Non-governmental organizations. De niet-governementale organisaties. NGO. Nee, als iemand zegt niet huppeltje pup, dan zegt hij altijd huppeltje pup. Dus als jij je first date met een vrouw wil verpesten, dan moet je tegen haar zeggen, ik wil geen seks bij de eerste afspraak. En dan moet je vooral zeggen bij het voorgerecht. Dan is zo'n vrouw gelijk pissed off. Snap je die? Dat moet je niet zeggen. Als je, punt 1, je moet geen seks doen bij de eerste afspraak. Dus dat slaat nergens op. Want zij en jij, jullie beiden zijn toch geen plastic pop? Of wel? Kijk, artificiële intelligentie van die robotten die zichzelf eraan lopen voortplanten. Ja, die kunnen geen klik, 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 klik. Oh, jij vrouw, ik man, wij seks. Ja. Maar bij robotten, arbeiders, is dat Russisch, hè? Een robot op zijn Russisch is arbeider. Arbeiter op zijn Duits. Werker. Een drone. Een dar. Maar wij mensen niet. En als je bij de eerste afspraak gaat zeggen van ik doe geen seks op de eerste afspraak. Dus ongelooflijk foute move. Want dan heb je gezegd seks bij eerste afspraak. En dat jij daar een negatie aan vooraf laat gaan. Ja, dat doet er niet toe. En een non-governementele organisatie. Dat is een governementele organisatie. Joh, maar er staat non voor. Nee, homo! Het is de governementele organisatie. En daar kan je nog voor werken. En voor de directe overheid, we raken alles kwijt. We mogen helemaal niks meer. Nou, dan gaan wij leggen allemaal naar de achterstandswijk. En we gaan sauna's bouwen, à la wat ik net heb gezegd. 4 gaten graven. Heel een bak cement hebben, stalen balken erin, voor de stevigheid. En dan afvalhout erbij. En wij zitten er dan warmpjes bij, elke dag. Zo'n sauna moet je wel brandend houden. Want anders krijg je schimmel, rot en whatever. Kijk, dan komen wij in protest. Voor onszelf. You get? Want ik wil ook dat er meer gebarbecued wordt. Oh, fikkie stoken. En barbecue, er moet een nationale barbecue dag komen. Dan kopen wij barbecue vlees, tussen aanhalingstekens. 35% korting, 50% korting. Je kent een of andere Turk en die heeft ook nog een dood schaap. En dan kom op. Barbecue, homo. Dat is de bevrijding voor ons. En even vertellen hoe je lamsvlees moet barbecueën. Dat moet toch van me af, hoor. Lamsvlees is een beetje taai van aard.
En dan heb ik het over schapenvlees. Dat zou ik voor gaan. En hoe doe je dat dan? Even denken hoor. Je koopt... We hebben het over achterstandswijk, overlevingsprincipes en toch lekker eten en een fatsoenlijk leven hebben. Ja? Ik ben mad as hell and I'm not going to take it anymore. Ik ga jullie... Een fluitblazer zijn. Een whistleblower. Dat kan hartstikke makkelijk, man. Je gaat hier naar de hier in Arnhem. Je koopt een stuk, maakt niet uit wat. Ik zou zeggen schaap. Gewoon een oud schaap. Ja. Nou, daar snijden we het vlees vanaf. Heb je die botten heb je over? Die gooi je niet weg, ben jij hem af. En die worden gekookt. Dat wordt een fond. Dat is Franse keuken. Het vlees heb je eraf en dan wordt het vlees voorgekookt. Maar niet te lang hoor. Het ligt een beetje aan hoe oud het schaap is. Nou, dan kook je dat vlees in die fond, dus in het bottenvocht. Dan een bak kruiden erbij, maar wat je maar lekker vindt. En dan hout. Een beetje kolen is ook wel lekker. Lekker barbecue. Een stinken jongen. En die bovenburen zo... Oh, wat ruikt het lekker. Oh, wat ruikt het lekker. Ja, ik ken wel van die bovenburen, hoor. Die bellen dan naar beneden. Want ja, je zit ons een beetje jaloers te maken. Wil je alsjeblieft die barbecue een beetje verderop zetten? Want het ruikt veel te lekker. Over barbecue ga ik het de volgende keer nog even hebben. Afgesproken? Ja, maar ik ben veganistisch. Ja, dan ben ik. Hoe maak ik dat dan weer uit? Ja, maar als het echt, zoals jij zegt, Perry, dat het een hele voorbereide toestand is... en dat Piet, mijn jongste, dat hij dan naar de Koerdistan hier moet... en dat vind ik wel heel veel werk... Ik doe liever dat niet met mijn jongste, Piet. Dat ik hem, zoals jij zegt, helemaal laat lopen naar de Koerdistan. Nee, ik heb liever dat hij naar de voetbalvereniging gaat. Ik ga afsluiten, hè? In de Bijbel staat dat er een tijd was dat alles vanaf... planten eten geen planten. Dat klopt niet. Insecten eten planten. Dat wel. De bladluis, die eet plant. Dieren aten toen ook planten. Net als de bladluis. En mensen ook. Wij aten de vruchten van de planten, van de struiken en de bomen. Dat is het paradijs. Dat is onze balans met God. En daar gaan wij naar terug. Wij worden allemaal veganistisch. Dat beloof ik je. Er komt een dag dat wij zoveel gevoel hebben... dat wij geen dieren meer eten. Maar die dag is er nu niet. En ouders nemen hun kinderen mee naar de McDonald's en de Burger King en... weet die andere ook weer? Kentucky Fried Chicken. Ja, nog wel meer. Steakhouse of zo.
Maar denk je nu eens in dat je een tuin hebt, zo'n lullige tuin op het oosten. Die klojo's van die stadsontwerpers. Ik haat ze, hoor. Ze verpesten alles. Dus onze tuinen zitten niet op het zuiden. Ja, sommige wel, maar niet allemaal. Ze zitten alleen maar te denken aan doorvoerbaarheid van verkeer. En dan vervolgens gaan ze dan hier in Arnhem zeggen van ja, dat verkeer, dat mag niet meer. En, hou ermee op, man. Maar dan heb je dus zo'n kut stadstuin, helemaal geen zonlicht en whatever. Ja, er kan wel een sauna in, er kan een kippenhok in en een barbecue. En een veranda. Opgetrokken met vuilniszakken plastic. Die kippen, die kan je barbecuen. Kippen barbecuen is hetzelfde idee als met half bedorven lamsvlees, schapenvlees, whatever. Een beetje koken met de goede kruiden, is het allemaal gaar. En dan hoppakee, burn baby burn, disco inferno. En roken jongen, en stinken voor de hele buurt. En dan komen ze aanbellen van, Jezus, wat ruikt het hier lekker. Sorry dat ik Jezus zei, maar wat ruikt het hier lekker. Ja, ik heb een flesje rode port meegenomen van mijn overleden oom Hendrik. En ik dacht, is dit een cadeau? En dan mag je mee eten. Je hebt die top-down controle. Dat is verzonnen. Dat zijn wetenschappelijke politici. Er bestaat zoiets als politiek wetenschapper. Dat is van bovenaf. Maar de ware eenheid, die komt van onderaf. Dus burn baby burn, disco inferno. Laat je niet kisten. Ja, dan mag je een armoedige uitkeringstrekker zijn met een vrouw die jou verlaten heeft. En allemaal een gezeik. Maar dan nog. Ben je kansloos? Waarom? Heeft God jou geschapen in een kansloze situatie? Je mag God willen beledigen, maar je kan God niet beledigen door te zeggen, oh, ik vind mijn eigen leven helemaal niet leuk, want ik heb helemaal niet geluisterd naar Perry Winkel en ik heb nog nooit een sauna gebouwd toen ik in de Achterwijk Stanse buurt woonde van Rotterdam. En daarom is God in mijn ogen niet echt goed, hoor. Ja, baby. Ik vind dat als jij een tuin hebt en je hebt naar dit geluisterd, laat jij een kippenhok bouwen. Stel, je bent een alleenstaande moeder, hè? En je hebt twee van die kinderen, of drie, mag ik hopen. Hey, maak een kippenhok. En als ze een kippenhok kunnen bouwen, kunnen ze ook een sauna bouwen. Alles gaat stapje voor stapje. Nou, mijn volgende uitzending die ga ik wijden aan kippenhokken in achterstandswijken. Want daar zie ik heel veel geld in. Ja, kippen zijn producenten, hè? Die hebben een toegevoegde waarde. Want ze zeggen altijd tok tok. Ja, hey, hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik stel het erg op prijs. En ik hoop dat je erom gelachen hebt. Want daar gaat het om. Want dit is niet humoristisch bedoeld, namelijk. Ik vind dat het echt moet gebeuren. Nou, mijn bier is bijna op. En ik heb morgen een belangrijke afspraak. Dus voor mij zit de tijd erop.
En op zijn hamburgers, zag ik. Tjus. En dag lieverds.